Iedereen, de voordracht van deze avond kadert binnen de Digitale Week een nationale campagne die dit jaar officieel start op 20 oktober en loopt tot en met 5 november. Graag nodig ik jullie nu alvast uit voor onze Digitale Verwendag op zaterdag 21 oktober. We verwelkomen jullie die dag met een drankje en we laten jullie ook kennis maken met allerlei digitale mogelijkheden. Het volledige programma van die dag vind je in deze brochure en die kan je meenemen aan de ingang van de leeszaal. Nu, met de verkiezingen van 2018 voor de deur vonden wij de Digitale Week dit jaar ook de ideale gelegenheid om in stil te staan bij het fenomeen fake news. Een probleem dat sinds de Amerikaanse verkiezingen actueler dan ooit is. Dankzij het internet bereikt het nieuws ons niet enkel via traditionele media, zoals de krant of het journaal, maar ook via sociale media, zoals Facebook of Twitter. In deze digitale nieuwsomgeving wordt informatie massaal gedeeld en supersnel verspreid. Zo ook fake news. Dat is desinformatie die verpakt wordt als nieuws met de bedoeling om de publieke opinie te beïnvloeden. Voor de nieuwsgebruiker wordt het zo steeds moeilijker om te beoordelen of informatie betrouwbaar is of niet. Wat is echt en wat is nep? Fake news zorgt voor verwarring en erger nog, het kan desinteresse of wantrouwen veroorzaken tegenover de journalistiek. Anno 2017 is de behoefte aan betrouwbare informatiebemiddelaars dus enorm groot. Niet alleen journalisten hebben hierin een belangrijke taak, ook de bibliotheek kan hierin een rol spelen. Uiteraard door een betrouwbare en gevarieerde collectie aan informatiebronnen te voorzien, maar ook door kritisch en mediawijs burgerschap te stimuleren. We zijn dan ook bijzonder blij dat professor Caroline Pauwels hier deze avond aanwezig is. Caroline Pauwels werd in 2016 verkozen tot rector van de Vrije Universiteit Brussel. En daarvoor bouwde ze al een mooie universitaire carrière uit die ze startte als studente filosofie en communicatiewetenschappen. Ze specialiseerde zich in onderzoek naar het Europese en nationale mediabeleid en naar de economie van de mediasector. Caroline Pauwels was lange tijd voorzitter van de vakgroep communicatiewetenschappen aan de VUB. En van 2000 tot 2016 was ze ook directeur van SMIT, een onderzoekscentrum gespecialiseerd in de studie van informatie- en communicatietechnologieën. Daarbij had zij de leiding over het Digital Society Department, waarbij het onderzoek naar de impact van digitale innovatie centraal staat. Caroline Pauwels zal ons dus ongetwijfeld meer duiding kunnen geven bij het fenomeen fake news. Het komende uur staat ze stil bij een aantal relevante vragen in dit topic. Op het einde van haar uiteenzetting is er zeker ook tijd om vragen te stellen. En nadien worden jullie ook uitgenodigd om na te praten bij een glas beneden op het gelijkvloer. Ziezo, ik wil jullie alvast bedanken voor jullie komst. En ik wens jullie een boeiende avond toe. Dan geef ik nu graag het woord aan professor Caroline Pauwels. Goedenavond. Bibliotheken zijn toch de beste plekken om elkaar te ontmoeten, denk ik. Hè. Omringd door boeken. Die zowel het verleden, heb ik daarnet ook goed begrepen, als de toekomst mogelijk maken. Dus ik wil ook jullie heel erg danken om mij uit te nodigen vanavond. En ook vooral jullie om hier aanwezig te zijn. Op een bijna nationale stakingsdag. Enfin, jullie komen van niet zo ver, maar het was eventjes spannend om Brussel te verlaten. Maar het is heel makkelijk geweest om tot hier te komen. En ik ben blij om hier te zijn. Nu, beste vrienden, zal ik zo zeggen, uit Brugge. Mijn grootmoeder is zelf een Brugse. Ik spreek geen Brugs, maar ik vind het wel altijd mooi. Je verwees er al naar. Tijdens de campagne voor het Amerikaanse presidentschap
konden de kiezers op Facebook onder meer lezen, en ik ga hier toch een aantal zaken laten zien, dat paus Franciscus zijn steun gaf aan Donald Trump. Men zag ook dat Hillary Clinton verantwoordelijk was voor de moord op een vroegere minnaar. Dat ze in het geheim lesbisch was en bovendien ook nog eens de spil vormde in een pedofilienetwerk dat vanuit een pizzeria opereerde. Dat lazen, dat werd allemaal verspreid. En uiteraard weten we dat er allemaal niets van aan was. Maar de kans is groot dat dit soort berichten toch een invloed heeft gehad, niet dé invloed misschien, maar toch een invloed heeft gehad op het kiesgedrag van de Amerikanen. Het zijn voorbeelden van nepnieuws, fake news, dat op sociale media makkelijk circuleert en heel moeilijk wordt ontkracht. In een digitale nieuwsomgeving, waarbij vooral jongeren, maar zeker zij niet alleen, nieuws steeds meer via sociale media tot zich nemen, rijst de vraag hoe men het bewust verspreiden van nepnieuws kan tegengaan. De alomtegenwoordigheid van die sociale media, de machtige positie die ze daardoor innemen in het medialandschap en de weinig of niet transparante wijze waarop de onderliggende algoritmes worden opgesteld en toegepast, maken deze hele kwestie eigenlijk bijzonder complex. En er worden dan ook vele vragen gesteld en ze betreffen alle stakeholders, alle belanghebbenden in het verhaal. Moet de overheid tussenkomen en nepnieuws aan banden leggen? Maar kan dat zonder de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het gedrang te brengen? Moeten, als de overheid het niet kan doen, Facebook en Google zelf dan interveneren? Maar neigt het dan ook niet te veel naar censuur? Niet door de overheid, maar door privébedrijven. En zijn we dan beter af? Kunnen de Facebook-algoritmes helpen om betrouwbaar nieuws een prominentere plaats te geven? Maar kunnen algoritmes überhaupt het verschil maken tussen mogelijk gecontesteerde standpunten en schaamteloze leugens? Is het ten derde aan de traditionele media om aan kwaliteitsbewaking te doen? En hoe zouden ze dat dan wel kunnen doen? Welke verantwoordelijkheid hebben ten vierde, de journalisten? En wat, en dit is denk ik heel belangrijk, wat is onze eigen verantwoordelijkheid als nieuwsgebruikers en als burgers? We nemen immers maar al te graag informatie voor waar die past binnen ons eigen denkkader. Hoe kunnen we dus zelf kritisch staan tegenover onze eigen omgang met informatie en met die sociale media? In deze lezing wil ik eventjes ingaan op een aantal van deze vragen en probeer ik, hopelijk samen met u, inzicht te krijgen in het fenomeen. Eén ding is voor mij, en dat is al jaren zo, duidelijk. De oplossing zal nog van de overheid, nog van de markt, nog van de sociale mediaproducenten, nog van ons, de mediagebruikers, komen. Je zal zeggen, dan is er geen oplossing. Nee, het is juist als we de relatie tussen media en democratie matuur en gezond, maar ook voor een stukje serener maken, dan zal dat een gemeenschappelijke inspanning brengen, vergen van iedereen, op basis van onderlinge checks en balances, met heel bewust gedragen voor allen verantwoordelijkheid. Eigenlijk, we're in this together. Sta mij toe de vragen te kaderen in een groter thema, de relatie tussen democratie en journalistiek. Traditioneel huldigen we het beeld, en dat blijft soms hardnekkig voorbestaan, we huldigen het beeld dat journalistiek een essentiële functie vervult in democratische samenlevingen. Journalisten zelf verwijzen graag naar die functie door zich te omschrijven, en ik citeer, de vierde macht, de luis in de pels of de waakhond van de democratie. Recente ontwikkelingen nopen ons om die diepgewortelde link tussen democratie en journalistiek in vraag te stellen. Barbie Zelizer, ik vind dat een heel interessante hoogleraar van de gerenommeerde, schrijf dat maar op, van de gerenommeerde Amerikaanse Annenberg School of Communication en een referentie op het vlak van historische media-analyse, stelt in haar laatste boek eigenlijk onomwonden de vraag waarom we zo sterk vasthouden aan die idee, die normatieve idee, dat journalistiek bevorderlijk
en zelfs noodzakelijk zou zijn voor die democratie. Terwijl de geschiedenis eigenlijk leert dat het in de praktijk zeker niet altijd het geval is. Journalistiek kan inderdaad een belangrijke functie vervullen voor die democratie, maar doet dat niet per definitie of vanuit zichzelf, vanuit een natuurlijke opdracht. Willen we dat dit het geval is, dan moeten we een aantal zaken herbekijken in het licht van de digitale omwenteling waarmee we eigenlijk geconfronteerd worden. Laat me het wat provocerend formuleren. Levert de journalistiek vandaag nog een bijdrage aan de democratie zelf? En kan de vrije pers, ik herhaal, kan een vrije pers inderdaad bijvoorbeeld corruptie of wanpraktijken aan het licht brengen? Of andere zaken aan het licht brengen? Ik denk in dit geval bijvoorbeeld aan de LuxLeaks. Of recenter nog aan de vorig jaar op basis van een heel groot internationaal journalistiek onderzoeksproject publiek gemaakte Panama Papers. U heeft daar ongetwijfeld ook van gehoord. Nu, onder de naam van die Panama Papers werd een grote verzameling vertrouwelijke documenten publiek gemaakt die mogelijk wijzen op grootschalige belastingsontwijking, belastingsfraude of andere illegale activiteiten via een Panamees bedrijf. Het onderzoeksconsortium, en dat zie je vaker en vaker in de journalistieke wereld, dus consortia van onderzoeksjournalisten die binnen die traditionele media eigenlijk niet kunnen opereren, maar dus wel andere wegen zoeken. Maar dat onderzoeksconsortium ontving voor de Panama Papers de prestigieuze Pulitzerprijs. Maar of daarmee de algemene malaise verdwijnt, is nog maar de vraag. Een dossier als de Panama Papers is niet alleen zo bijzonder omwille van de inhoud en vooral ook omwille van de omvang van de samenwerking tussen journalisten, op zich uiteraard een heel goede zaak, maar vooral ook omwille van het feit dat dergelijk onderzoeksjournalistiek blijkbaar inmiddels zo zeldzaam is geworden dat ze op haar beurt nieuwswaardig wordt. Dus goede journalistiek wordt zelf een nieuwsfeit, terwijl we eigenlijk gewoon continu zouden moeten verwachten dat journalisten aan onderzoek doen. Maar voor dat soort diepgravend en tijdrovend onderzoekswerk, waarnaar de media graag verwijzen om hun eigen democratische functie en legitimiteit te bewijzen, is het perpetuum mobile van de huidige nieuwscyclus laat daar eigenlijk bitter weinig ruimte voor. De nieuwsmedia handelen dus niet altijd en zeker niet de hele tijd in het belang van de democratie en soms, denk ik, kunnen we en moeten we onszelf de vraag stellen of ze niet tegen dat belang of tegen die democratie handelen. Dat is hetgeen wat Barbie Salazar in haar boek eigenlijk wil doen. Ook dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de recente, nu al niet meer zo recent, ondertussen zien we de gevolgen van die verkiezingen in de VS. Waren de Amerikaanse burgers in de aanloop naar de Republikeinse voorverkiezingen wel gediend bij een uitgebreide en ook volledig onevenredige berichtgeving over Trump? Hebben de media zelf Trump niet groter en geloofwaardiger gemaakt dan hij op dat moment eigenlijk al was? Was berichten over elke tweet, en ook vandaag blijft dat duren, als Trump tweet, tweeten wij mee. Maar was berichten over elke tweet die hij de wereld instuurde, wetende dat, dit zowel bij tegenstanders als voorstanders inging als zoete broodjes en dus de kijk- en oplagecijfers ten goede kwam, was dat wel altijd verantwoord vanuit een democratisch perspectief? En was het lachen met Trump, zoals we ook nu nog doen, alhoewel het lachen ons ondertussen toch al een beetje vergaan is, maar was het lachen met Trump en het voorzien van zijn optreden van ironische commentaar, zoals in de meeste Amerikaanse programma's die een beetje aan de andere kant stonden, in opiniestukken, in editorialen, in parodierende nieuwsprogramma's, niet te denigrerend ten opzichte van de vele mensen die zich wel en wellicht ook terecht aangesproken voelen door zijn verhaal en zijn oplossingen? Hebben de media daardoor niet zelf de antipolitieke gevoelens doen oplaaien en zo de kiesstrijd laten kantelen? Ik citeer opnieuw de media. Ze zeggen dan: wij zijn niet meer dan de neutrale doorgeefluiken van informatie. Of wij publiceren
wat mensen willen lezen. Of nog, wij maken het nieuws niet, wij verspreiden het. Dat is de verdediging van de nieuwsmedia zelf. De essentie van de zaak is, of we dat nu jammer vinden of niet, dat journalistiek in de eerste plaats een commerciële beroepsactiviteit is. Kranten moeten verkopen, televisieprogramma's moeten worden bekeken. Dat is uiteraard niet nieuw en hoeft niet per se negatief te zijn, maar het wordt vandaag nog wel sterker geaccentueerd in het huidige medialandschap. De mediamarkt, werd nagealludeerd, is in volle beweging, is in volle verandering. De concurrentie is ontzettend groot. Het businessmodel zelf staat op exploderen in zoverre het nog niet geëxplodeerd is. Daarom zijn meer dan ooit lezers en kijkers nodig die meer dan ooit afdwalen naar hapklare content, inhoud dus. Alhoewel dat ik niet altijd zeker ben dat we dat inhoud kunnen noemen. Meer lezers of kijkers betekenen immers meer reclameinkomsten. Logisch dan ook dat nieuwsmedia met elkaar strijden om de schaarse aandacht, want die aandacht is schaars, van de nieuwsgebruiker en dat ze hiervoor bijvoorbeeld een kleurrijke en controversiële presidentskandidaat voor hun kar zullen spannen. Logisch misschien, maar toch wel haakstaand op die zelfverklaarde functie van vierde macht, luis in de pels of waakhond van de democratie. Als journalistiek niet noodzakelijk de democratie dient of kan dienen gezien het onder druk staande businessmodel, waar staan we dan? We staan op het punt dat journalisten en burgers opnieuw bondgenoten moeten worden voor meer democratie. En hiervoor moet het vertrouwen opnieuw hersteld worden. Het vertrouwen in de media is echter historisch laag. Een aantal cijfers citeren. Uit een onderzoek van Gallup, dat is dan in die Amerikaanse context, uit een onderzoek van Gallup in 2016 blijkt dat nog slechts 32% van de Amerikanen vertrouwen heeft in de media. In 1997, vorige eeuw dus, hè, nog voor die digitale omwenteling, was dat nog 53% en in 1972, nadat de journalisten Woodward en Bernstein het Watergate-schandaal aan het rollen hebben gebracht, was dat zelfs 72%. Dat vertrouwen verschilt vandaag overigens nogal naar gelang de politieke voorkeur. En dat ook dit is belangrijk in die Amerikaanse context. Van de Republikeinse stemmers vertrouwt amper 14% de media. En in 1997 was dat nog 41%. 97 was dat 41%. Ook dat is heel opmerkelijk en moeten we meenemen in die globale analyse van die Amerikaanse verkiezingen. Het was dus ook makkelijk om die elite tegen het volk op te zetten, want die media werden gezegd elite te zijn. Dat was ook continu wat Trump eigenlijk deed. Nu, in Europa zien we een gelijkaardig, als het breaking news is, dan moet het ons wel zeggen. Als de onafhankelijkheid in Catalonië is uitgeverklaard, dan moeten we dat weten. In Europa zien we een gelijkaardige dalende tendens. Al liggen de cijfers voorlopig, en misschien kunnen we daarom gelukkig zijn, nog iets hoger. Dat blijkt alvast uit onderzoek van de European Broadcasting Union. En de European Broadcasting Union, dat is de koepelorganisatie, en opnieuw, dat is dan de bron, van de publieke omroepen, die zichzelf natuurlijk ook heel belangrijk vinden in dit hele verhaal. Een onderzoek uit 2016. En dat zijn de Noord-Europese landen en de Benelux kunnen in verhouding de beste scores voorleggen. En uit de periodieke bevragingen voor de opmaak van de jaarlijkse vriendrapporten, en dat is de slide die je nu ziet, van de Vlaamse overheid, blijkt dat in 2016 53% van de Vlamingen veel vertrouwen heeft in de correctheid van de berichtgeving voor radio en tv. En voor de geschreven pers nog maar slechts 38% en het internet 34% liggen de percentages dus al veel lager. Het aandeel van de Vlamingen met weinig vertrouwen in de media blijkt overigens in onze contraien vrij stabiel. 1 Vlaming op 10 heeft weinig vertrouwen in de berichtgeving op radio of tv. 1 op 5 heeft weinig vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving in kranten en tijdschriftartikels of van webpagina's die het nieuws brengen. Dus wij zijn allemaal argwanend en toch
laten we ons soms op sleeptouw nemen. Hoe kunnen we dat vertrouwen in de media herstellen en van wie mogen we dat verwachten? Ik overloop, zoals ik daarnet zei, eventjes de rol van de internetgiganten, van de journalisten en van de burgers zelf. Maar uiteraard heeft ook de overheid een rol, maar dan moet die overheid natuurlijk ook uitgesproken het algemeen belang en de democratie willen dienen. En ook dat laatste is vandaag geen evidentie, misschien in ons land, misschien niet, maar ik kom daar aan het einde op terug. Laat ons eerst eventjes inzoomen op die internetgiganten. In de nasleep van de verkiezing van Trump en de Brexit, laat ons de Brexit en de impact van leugens op de Brexit-uitslag ook niet onderschatten. In de nasleep van die twee toch wel fundamentele shifts die we recent hebben gekend, gingen veel stemmen op om Facebook en Google verantwoordelijk te stellen voor de inhoud die op hun platformen circuleert. Maar zowel op juridisch als op maatschappelijk niveau gaat het hier om het bewaren van een heel subtiel evenwicht. Namelijk dit tussen het beschermen van de burgers aan de ene kant, en voornamelijk denkt men dan aan minderjarigen, tegen die schadelijke inhoud enerzijds, en het respecteren van toch wel een basisrecht, de vrijheid van meningsuiting. Een algemeen recht van de mens, universeel recht. De problematiek van fake news dreigt het evenwicht te verstoren. Sinds het prille begin van het internet dwepen de pioniers met een cyber-utopia. Een online wereld waar iedereen kan zijn wie hij of zij maar wil, waar geen grenzen zijn en informatie en meningen vrij circuleren en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Op zich is dat een fijne gedachte, zeker ook voor een bibliotheek die dat ook allemaal nastreeft. Nog steeds leeft in Silicon Valley zeer sterk de gedachte dat technologie een antwoord zal bedenken op alle grote maatschappelijke problemen, wars van ideologie, wars van politiek. Evgeny Morozov, een notoire technocriticus, en die kijkt wel af en toe naar Silicon Valley, gebruikt hiervoor de term van techno-solutionism. Dit resoneert zeer sterk met de idee van vrijheid van meningsuiting en pluralisme die centraal staan in het Europees project. De Europese Unie heeft lang haar beleid op deze ideeën gestoeld. Zoveel mogelijk vrij spel geven aan de ontwikkeling van het internet en de opkomst van publicatieplatformen mee promoten. Dat die publicatieplatformen jammer genoeg dan niet van Europese makelij zijn, dat is dan een jammer gevolg daarvan. Maar er was zeker wel het geloof, het internet gaat die utopie waarmaken. Wat Trump, Brexit, maar ook de online wervingsacties van organisaties zoals IS nu duidelijk maken, is dat deze kanalen ook succesvol kunnen worden ingezet voor antidemocratische bewegingen en dat we en cours de route misschien uit het oog verloren zijn hoe die vrijheidsstroom misschien niet altijd strookt met onze democratische idealen. Doordat het internet gedecentraliseerd is, ontsnapt een groot deel van deze dynamieken immers ook aan de controle van de wetgevers en van ons burgers. Maar ook hier is een kentering. Met bedrijven als Google en Facebook, die zo gigantisch zijn, en Europa probeert daar nu ook wel weer tegenop te treden, maar die bedrijven zijn zo gigantisch dat ze alle informatie opnieuw centraliseren. Dus we zijn van decentraal naar een enorme centralisering aan het gaan. En dan lijkt, opnieuw als je gemakkelijk denkt, de oplossing binnen handbereik. Laten we deze bedrijven, privébedrijven nota bene, juridisch verantwoordelijk stellen voor de inhoud die er op hun netwerken circuleert. Facebook moet zijn newsfeed-algoritme maar aanpassen om nepnieuws te filteren. Google moet IS-filmpjes van zijn YouTube-platform halen, enzovoort, enzovoort. Uit gesprekken met beleidsmakers op verschillende niveaus voel ik dat het idee om strenger op te treden om burgers te beschermen, leeft. Facebook en Google zien de bui, ik zei bijna de brui, al hangen. En dus opnieuw de Europese commissaris in Brussel is daar met de grove borstel aan het doorgaan. De vraag is, we zijn wel niet heel ver gevorderd, maar niets is voor niets. Maar niet voor niets lanceerden zowel Google als Facebook
fake, facts en niet fake, maar eigenlijk hetzelfde, fake, maar ook fact-check initiatieven op hun platformen. Dat zijn een aantal voorbeelden. In de zoekresultaten van Google zullen we stilaan en steeds meer bij onderzoeksresultaten stilstaan en links zien verschijnen die eigenlijk naar een fact-checking website zoals PolitiFact of Snopes zullen verwijzen. Dus Google zal zelf doorverwijzen naar sites waar je die feiten kan gaan checken. Ook Facebook zal je nu in de vorm van pop-up vragen of je wel zeker bent of je een link wil delen wanneer blijkt dat die doorverwijst naar een artikel waarvan is gebleken dat er valse beweringen in staan. Dus ze gaan u vragen op voorhand, ben je wel zeker dat je gaat delen, want je gaat iets delen waar sommigen twijfels bij hebben. Maar opnieuw dreig je op die manier in de val te trappen van het zogenaamde techno-solutionism. De internetplatformen zullen zelf wel een technologische oplossing vinden voor het fake news probleem. En zodoende gaan we voorbij aan de fundamentele discussie tussen die vrijheid van informatie, de bescherming van de burgers en de instandhouding van de democratie, ook deels door onze eigen verantwoordelijkheid. Want wat geven we op wanneer we de slinger weer in de andere richting laten doorslaan? Wanneer we Facebook en Google meer controle toelaten over wat er op hun platformen gebeurt, laten we hen en iedereen die over hun schouders meekijkt, meer controle toe over ons doen en denken. Vanuit een al dan niet gemeende bezorgdheid over de veiligheid van haar burgers verzamelt, zoals u weet, de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdienst NSA een ongeziene hoeveelheid informatie over ons. Dan loren inderdaad Orwelliaanse scenario's om de hoek. En u kent het gezicht. Whistleblower Edward Snowden bracht dit aan het licht en moet als gevolg daarvan nog steeds onderduiken en dan wel in Rusland of all places. De spanning tussen vrijheid en bescherming zal zich in de komende jaren steeds sterker laten voelen, zeker ook omdat dit ook politiek uitgespeeld zal worden. Het evenwicht bewaren zal dus een heel moeilijk opdracht worden. De rol van Facebook, Google en anderen zal hier doorslaggevend zijn. Hoe ver zijn zij bereid te gaan om het vertrouwen in hun platformen, uiteraard in lijn met hun commerciële belangen, veilig te stellen? En hoe betrouwbaar zal de overheid in dit alles zijn? Dat wat betreft internetgiganten, een genuanceerd verhaal. Ze kunnen medestander zijn, maar ze zijn ook deel van het probleem. Dus opnieuw, het zal een en-en verhaal worden. Ten tweede, uiteraard de journalistiek en de journalisten zelf. Het vertrouwen in media en journalistiek vertoont, zoals daarnet gezegd, een sterk dalende tendens. Het elitaire van de zogezegde kwaliteitsmedia, het vulgaire van de tabloids, de vriendjespolitiek en de belangenvermenging die blijkt uit schandalen zoals dat rond het Britse News of the World. Ik weet niet of u dat zich herinnert. Dat is een krant in het Murdoch-imperium dat men heeft moeten sluiten, omdat er dus eigenlijk op heel illegale manier info werd gehackt. En trouwens ook te maken had met het privéleven van een meisje dat achteraf vermoord bleek te zijn. Het zijn allemaal aspecten die in die slechte reputatie van de media een rol spelen en opnieuw terecht. Maar er zijn ook de doorgedreven commercialisering van het internet en de eigen dynamieken van sociale mediaplatformen die van journalistiek een hyperactieve praktijk hebben gemaakt. Facebook is zo belangrijk geworden in het genereren van trafiek voor die nieuwsmedia, dat die gedwongen zijn om mee te gaan in het maken van specifieke inhoud en formats. Wanneer Facebook plots voorrang geeft aan video's in haar algoritme, dan voelen de nieuwsmedia dit meteen. Het antwoord is dan vaak, we moeten zelf ook meer investeren in dat soort van short-form vertical video's. Dus leuke filmpjes zijn dat dikwijls en soms zijn ze ook wel heel goed gemaakt. En dat merken we ook hier op onze nieuwsites van de kranten. In die zin hebben sociale mediaplatformen wel degelijk een redactionele invloed. Ze maken het zelf misschien niet, maar ze hebben wel een invloed op de redactionele inhoud van anderen. Ze bepalen dus meer wat voor inhoud het best werkt en door hun dominantie kunnen ze die ook effectief opleggen. Die flexibiliteit
komt de kwaliteit van nieuws maar zelden ten goede. Een gelijkaardige dynamiek zie je ook bij de circulatie van nepnieuws. Facebook optimaliseert haar platform voor de verspreiding van informatie op een zogenaamde virale manier. Hoe meer iets gedeeld wordt, hoe meer advertentieinkomsten de maker ervan kan genereren. Op geen enkele manier betaal je als maker een prijs voor valse informatie. Wij betalen er wel een voor, democratie betaalt er een voor, maar als maker betaal je daar geen prijs voor. Integendeel, zolang mensen die informatie delen, krijg je er zelfs een prijs voor. En dat is exact wat de Macedonische jongeren, die dagelijks fake news maakten tijdens de Amerikaanse verkiezingen, en ook vandaag nog maken, heel goed hebben ingezien. Het is een business op fake news. Fantastisch, gat in de markt. En ze hebben dat goed ingezien. En ook Google heeft dat al op bepaalde momenten op pijnlijke wijze moeten beseffen. Toen bijvoorbeeld onlangs verschillende grote adverteerders zich terugtrokken uit YouTube-advertenties, omdat ze hun merk niet naast een video van haatpredikers en extremisten wilden eigenlijk zien figureren. Dus dat commerciële en inhoud beïnvloeden dus elkaar continu. Wat deze voorbeelden aangeven, en dat is denk ik heel belangrijk, is dat deze platformen kwaliteitsvolle informatie niet belonen. Dus kwaliteit wordt niet langer beloond. Ze zijn geoptimaliseerd om de meest gedeelde en meest bekeken informatie te laten bovendrijven en niet zozeer om de meest waardevolle informatie in de schijnwerpers te zetten. En dit is een citaat van Aaron Pilhofer, een professor journalistiek, maar voorheen digitaal strateeg bij The Guardian en The New York Times, zegt dat heel scherp. En het citaat wordt geprojecteerd: "What if news operations optimized every part of the operation for trust?" Voor vertrouwen. Als we nu echt continu blijven werken op, is ieder stukje van de keten, van de informatieketen, te vertrouwen. Ja, wat inderdaad als niet snelheid, niet trafiek, niet winst, niet breaking news of prijzen de toon zetten, maar wel de betrouwbaarheid van die informatie? Wat als we dus het model zouden omkeren? Volgens Jay Rosen, een andere professor journalistiek aan de City University of New York, zou zo'n organisatie heel sterk lijken, en wellicht kent u dat, op de Correspondent. Het journalistiek initiatief van de Nederlandse filosoof Rob Wijnberg. En hier zit u erop. Ik weet nooit dat u hem tegenkomt. De Correspondent is een online journalistiek platform dat streeft naar het maken van onafhankelijke achtergrond- en onderzoeksjournalistiek en daarom wordt gefinancierd door donateurs en leden, niet door advertenties. Kenmerkend is ook de actieve betrokkenheid van de lezers, dus naast gewoon geld geven om niet beïnvloed te zijn door advertenties, gaan de lezers ook mee op zoek naar verhalen die zij waardevol vinden. De actieve betrokkenheid van de lezers, die bijvoorbeeld gedurende een aantal maanden een zogeheten correspondent kunnen volgen in een lopend onderzoek of project, opnieuw om te zien, doen ze hun werk wel goed, en daardoor betrokken kunnen worden in de ontwikkelingen. De Correspondent heeft vandaag zo'n 50.000 donateurs en leden. Het model van de Correspondent is inderdaad om verschillende redenen interessant. Het is misschien niet het model, maar het is wel om bepaalde redenen interessant. Net zoals dat van The Guardian, een andere erkende Britse kwaliteitskrant die via het systeem van een foundation werkt, van een stichting. En hetzelfde geldt ook voor de New York Times. Dus die hebben een heel ander businessmodel dat gebaseerd is op onze steun en steun van anderen aan het project van kwaliteitsvolle pers. Wat is daar interessant aan? 1. Je bent niet afhankelijk van adverteerders, dus kan je als organisatie volledig aan de kant gaan staan van je publiek en je hoeft niet in te zetten met je andere klanten, namelijk die adverteerders. Want media zijn wat men noemt een two-sided market, met het publiek aan de ene kant en de adverteerders aan de andere kant, en je moet die matchen. 2. Je bent verlost van de waan van de dag. En we weten hoeveel waan er zit in sociale media. Wanneer je niet afhangt van het laatste nieuws of de meest recente internethit om mensen naar jouw inhoud te lokken, hoef je ook niet mee te gaan in de hyperactieve nieuwsjacht.
Je haalt je relevantie uit nieuwe invalshoeken, niet uit nieuwe weetjes. 3. Journalisten krijgen de ruimte om hun verhalen te ontwikkelen. En ieder gesprek met journalisten wijst uit hoeveel nood ze daar hebben. Mensen studeren voor journalist vanuit heel veel, denk ik, missie en engagement. En worden dikwijls ook wat ontgoocheld door het model waarin ze terechtkomen. Die ruimte vullen de journalisten dan met bronnenonderzoek. Iets dat echt enerzijds door digitale media kan geholpen worden, maar waar je ook zelf heel kritisch mee aan de slag moet. En uiteraard ook met het ophalen van nieuwe inzichten. Eerder dan het soort hij zei dit en zij zei dat journalistiek, krijg je een ik dacht eerst dit, maar nu blijkt toch dat journalistiek. Waarbij een journalist transparant is over diens eigen zoektocht naar waarachtige informatie en ook soms het falen. En dat is natuurlijk het risico van onderzoeksjournalistiek. Je kan iets zoeken, een bepaalde hypothese uittesten, op het eind van de rit niks hebben aan informatie. En dat is natuurlijk heel duur voor kranten die willen renderen. En daarom staat die onderzoeksjournalistiek onder druk. 4e reden om het model van de correspondent en de Guardian en de New York Times interessant te vinden. Journalisten worden zelf moderatoren. Ze worden verwacht te investeren in een interactie met hun lezer. Wanneer je dit ten volle kan doen, dus niet enkel reactief, maar proactief, vraagt aan jouw lezers om mee te denken, om mee informatie op te zoeken, om mee op onderzoek te gaan, zoals The Guardian dat doet. Die hebben een overeenkomst met bijvoorbeeld de London School of Economics. Die sturen, en die onderzoekers, die sturen dan het publiek aan. Dus dat is een ongelooflijk mooi voorbeeld. Wel, dan ga je mee visies ontwikkelen en dan creëer je ook een vertrouwensband met je publiek. Terwijl niet zo heel lang geleden bij ons nog Knak, en vooral dan de hoofdredacteur Kozlowski, eigenlijk besloot om interactie met de lezers te weren, omdat het te veel tijd kostte om die platformen te gaan modereren en ook de eigenlijk aanvallende of agressieve inhoud eruit te halen, zet de correspondent interactie nu net heel centraal in de strategie. En zo komen we bij een derde belangrijke speler. De lezer, de mediagebruiker of gewoon wij, de burger. En dat is niet gewoon wij, de burger. We mogen in de hele discussie ook niet voorbij gaan aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn de sociale media. Wij klikken een foto met twee schattige katten met een raar oetje op naar de top van de meest gedeelde artikels. Wij scrollen minutenlang doorheen onze newsfeed op zoek naar een korte afleiding in plaats van even stil te staan bij een lang artikel. Wij reageren zuur of vulgair in de commentaarsecties of keren die secties verbogen de rug toe in plaats van de internetrollen aan te spreken op een gebrek aan fatsoen. Ik begrijp eigenlijk Jago Kozlowski, hoofdredacteur van Knak, die zegt dat hij zijn lezers niet wil opvoeden over wat eigenlijk gewoon basisfatsoen zou moeten zijn. Maar wie doet het dan wel? Indien we willen dat vrijheid van meningsuiting het centrale principe blijft van onze digitale communicatie en dus ook van onze democratie, dan zullen we als burgers moeten leren dat dit niet gelijk staat aan het ventileren van eender welke belediging aan het adres van eender welke andere. Dit is uiteraard een doel dat veel moeilijker om te zetten is in een concreet beleid met meetbare resultaten. Het lijkt in die zin veel effectiever om richtlijnen te ontwikkelen die opnieuw die technologiebedrijven zelf verplichten om hun algoritmes aan te passen. Dat is makkelijker dan initiatieven op te zetten die mensen leren kritisch te zijn en iets vaags als burgerzin om te turnen in online discussies. Hoe meet je immers de impact van dergelijke initiatieven? We raken hier uiteraard de vraag welke morele waarden je aan de grondslag van je samenleving wil. En ook hier voelen we de spanning, ditmaal tussen vrijheid en respect. Wanneer ik met journalisten praat, hoor ik ze verbaasd vaststellen hoe de aanval op de politieke correctheid resulteert in online commentaren waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Er is geen schroom meer in het delen van de meest venijnige en kwetsende commentaren.
Allemaal onder het mom van de zaken durven zeggen zoals ze eigenlijk zijn. Dit drijft de polarisering alleen maar op de spits, zeker in een wereld waar sociale media ons real-time verslag brengen van alle mogelijke meningen. En ik moet zeggen, als rector van de VUB ben ik echt steeds vaker, moet ik zeggen, geschrokken over de meningen die via sociale media, en dikwijls ook gesloten Facebookgroepen, studenten aan elkaars adres eigenlijk allemaal ventileren. En in dat opzicht moet ik ook zeggen dat ik een beetje geschokt was door het overlijden van de jong voorzitter van de N-VA, want we hadden ook een case met hem. Twee studenten hadden tegen hem ook een zaak aangespannen omdat hij ooit op sociale media een cartoon, een meme had gepubliceerd waarin een van onze studenten, die Theo Franken, verhinderd had om op campus te spreken, wat ik zelf ook veroordeeld had. Ze moesten hem niet tegenhouden om te spreken. Maar hij had dus een cartoon gepubliceerd waarin dat meisje in kwestie verkracht werd door een nazi. Dus dat zijn zaken die op die campus maar op en neer gaan en die, ik zeg niet dat dat er allemaal mee te maken heeft, maar ik heb me wel de vraag gesteld in hoeverre zijn ook die jongeren eigenlijk bestand tegen dat soort van do-it-yourself verwijten. Het is iets dat in mijn hoofd speelt en waar ik toch niet volledig gerust in ben. Ik denk inderdaad dat de publieke sfeer in overdrive gaat. Ons mediagebruik grenst aan het hyperactieve. Continu krijgen we prikkels, hypes, die even snel gaan liggen dan dat ze uit het niets verschijnen. Een modderstroom vaak aan meningen waarin feiten verdrinken en valse informatie gaat bovendrijven. Hoe ga je daar als burger mee om? Hoe kan je zelf nog uitmaken wat feit of wat mening is, waarheid of leugens? En ook hier iemand die u misschien kent, Kasparov de Schaker. Kasparov verwoordt het mooi. If you can convince people that real news is fake, it becomes much easier to convince them that your fake news is true, is real. Hier is zeker een belangrijke taak weggelegd voor de openbare omroep, voor de publieke omroep, of voor editoriale modellen gebaseerd op andere businessmodellen, genre de correspondent of genre The Guardian. Meer dan ooit kunnen, ik zeg wel kunnen, ook openbare omroepen een tegenwicht bieden tegen deze dynamieken, die door commerciële logica's enkel maar meer op de spits gedreven worden. Zij kunnen nog steeds, die publieke omroepen kunnen nog steeds, als zij willen, als zij kunnen, een baken vormen voor mediagebruikers en een eikpunt blijven voor mediabedrijven. En ook in het opleiden van nieuwsgebruikers tot mediawijze gebruikers ligt een heel grote taak voor overheden weggelegd, waarschijnlijk in een scenario waarbij die publieke omroepen doelgerichte initiatieven als mediawijs.be eigenlijk in leven houden. Of op het getouw zetten. Ik weet niet, ik denk dat hier in de bibliotheek mediawijs uiteraard goed gekend is. Dat is een goede zaak. Ook daarvoor zijn de bibliotheken schitterende plekken. Opnieuw, de impact van dergelijke initiatieven is minder meetbaar, maar toch zal het een essentieel onderdeel moeten zijn van een beleid dat een bloeiende publieke sfeer wil bevorderen. En we hebben nood aan die publieke sfeer. Maar ook hier zien we weer een spanningsveld ontstaan. Een gezonde dosis wantrouwen in de pers is niet slecht. Maar wat als dit doorslaagt, wanneer dat wantrouwen te groot wordt? In die zin zijn initiatieven zoals Mediawijs essentieel vanuit het standpunt van de kritische gebruiker, maar wel problematisch vanuit het idee dat journalisten en burgers aan hetzelfde democratische zeil moeten trekken. Er zit een paradoxaal gegeven in het feit dat we burgers aanleren kritisch te zijn ten opzichte van die nieuwsmedia en tegelijkertijd verwachten dat mensen vertrouwen krijgen en willen betalen voor nieuws. Want uiteindelijk zal het daar toch op neerkomen. En zo zijn we terug bij de hamvraag. Hoe kunnen we het vertrouwen in die media herstellen? Misschien moet men niet zozeer teruggaan naar de traditionele recepten, maar vertrekken van wat nieuws in de praktijk betekent voor burgers en voor journalisten. In het huidige systeem is weinig plaats voor diepgravend nieuws. Ik zei het al,
daar zit een businessmodel eigenlijk tegen te werken. Journalisten zullen moeten toegeven dat hier niet altijd ruimte voor is, tenzij in sommige organisaties die voldoende middelen hebben door middel van abonnementen zoals De Tijd of door diversificatie in advertentiestrategieën zoals BuzzFeed. Dus als je het commerciële wil houden, dan zijn er nog strategieën voor. Daarom hebben we een openbare omroep. Maar misschien moet deze minder het centralistische model van het massamediale tijdperk weerspiegelen om ook meer een genetwerkte, gespreide organisatie te worden waar verschillende mensen en organisaties ruimte krijgen om specifieke informatienoden te voorzien. Aangevuld met een wettelijk kader dat de platformen verplicht een deel van de advertentieinkomsten terug te laten vloeien naar journalistiek initiatieven. Ook daar speelt ook onze overheid mee. Wij gaan Facebook en Google belasten en dat geld doen terugvloeien naar onderzoeksjournalistiek. Dat is een idee, dan moeten we nog altijd zien hoe we dat kunnen doen, want als je iets aan Facebook of Google oplegt, dan komen er ongeveer 80 advocaten op je af. We hebben dat voor gehad, omdat wij een onderzoek hadden gedaan waarin bleek dat Facebook ook niet-Facebook-gebruikers kende en traceerde. Absolute inbreuk op de privacy. Dus het onderzoek dat de VB samen deed met de KUL, we hebben nog nooit zoveel advocaten op campus gekregen. Dat is ongelooflijk. Voor burgers geldt dat het nieuws volgen meer is dan enkel informatie krijgen, maar ook in contact komen met wat er zich eigenlijk in de wereld rondom hen afspeelt. Het terugplooien op de normatieve kernwaarden van journalistiek gaat vaak voorbij aan deze realiteit. Zo was veel hoop gevestigd op het zogenoemde fact-checken. Amerikaanse kranten, en zij niet alleen, ontwikkelden belangrijke initiatieven in die zin en ook onze kranten bewandelen voorzichtig dat pad. Bijvoorbeeld de Standaard heeft nu altijd die dingen waar, onwaar, halfwaar, dus een soort van fact-checking. In de verkiezing wordt dat ook continu gebruikt, waar, onwaar, halfwaar. Maar waarmee mensen het nieuws volgen om voeling te krijgen met wat er zich rondom hem afspeelt, dan doen ze dat niet noodzakelijk enkel en alleen vanuit de vraag wat juist of fout is. Net hierin begrijpen nieuwsmedia onvoldoende wat mensen bezighoudt. Mensen stemmen niet op Trump omdat ze weten dat hij de tewerkstelling in de steenkoolindustrie opnieuw zal doen toenemen, maar omdat ze dat hopen. Een journalistiek die weet wat mensen zoeken in het nieuws, heeft ook hoog voor die hoop. Zo belanden we bij een oproep die je wel eens bij academici hoort voor een journalistiek die meer conversationeel van aard is. Dus die meer praat, die meer dialogeert. Indien journalistiek het meent met de democratie, dan zal het zaak zijn om meer te luisteren naar wat mensen bezighoudt, iets wat niet noodzakelijk af te lezen valt uit het dashboard van Google in Analytics. En ook niet vanuit die commentaarsecties, want de luidste schreeuwers die krijgen daar de bovenhand. Maar wel de vragen te stellen, kritische vragen ten opzichte van het beleid, geïnteresseerde vragen naar input van mensen in bepaalde situaties, vragen naar wat de mensen eigenlijk bezighoudt. En dat zou ook misschien een beetje vermijden dat we die polarisatie tussen een zogezegde elite en het volk zouden in stand houden. Journalistiek moet zich eruit vinden, zoveel is duidelijk. En dit zal niet gebeuren door robotjournalisten in te zetten, want dat is nu ook een trend aan het worden. In China doet men dat meer en meer. En eigenlijk zie je niet per se het verschil tussen de artikels, maar alleen zit daar dus niemand meer achter die je ook zou kunnen bevragen. Of door pure data-driven journalistiek. Ik zeg niet dat data-driven journalistiek niet interessant is, maar je moet middel en doel niet gaan vermengen. Samenwerking, zoals onderzoeksconsortia die we nu meer en meer kennen, maar die opnieuw volledig ondergefinancierd zijn. Conversatie en onderzoek naar reële nieuwsnoden geven wellicht subtiele uitwegen aan. Even evident is dat wij, de gebruikers, onze rol als vijfde macht, want wij zijn de vijfde macht en wij kunnen die rol spelen, maar we moeten die rol dan ook ernstig nemen en ook onze verantwoordelijkheid durven nemen. Dames en heren, ik kom ongeveer tot het einde. En ik beloof u nog iets rond overheden. Elk jaar publiceert de internationale organisatie Reporters Without Borders haar wereldwijde index van de persvrijheid. Dat is
een kaart. Landen krijgen een score op basis van een vragenlijst die over de hele wereld wordt ingevuld door journalisten, wetenschappers, juristen en mensenrechtenactivisten. Op de website van de organisatie Reporters Without Borders kan je voor elk land een score vinden en ook een wereldkaart waarop landen een kleurcode krijgen op basis van die score. Hoe slechter de score, hoe donkerder de kleur. De wereldkaart voor 2017 oogt vooral dieprood tot zwart. Wereldwijd gaat het dus allesbehalve goed met die persvrijheid. Bij de presentatie van het rapport van dit jaar, 2017 dus, had de organisatie het over een toenemend klimaat van wantrouwen tegenover de pers. En ook in die landen die vandaag nog goed scoren, constateert men dat de pers in het defensief zit. Dat wantrouwen leeft, heb ik daarnet gezegd, ook bij ons. In navolging van de Verenigde Staten heeft men het soms geringschattend over de mainstream pers of aan de andere kant regimekranten. Er wordt dan gezegd ofwel zijn ze mainstream ofwel zijn het echte regimekranten. De media die zich voortdurend op de borst kloppen dat ze onafhankelijk zijn en dus kritisch, zouden vooral dat nieuws en die opinies brengen die de gevestigde machten, wie dat dan ook mogen zijn, goed uitkomen. Journalisten zouden gevangen zitten in een soort van pensée unique, in een stel van vooroordelen dat hen belet de wereld te zien zoals die is. Wie de vorige paragraaf eenstemmend aanhoorde, heeft wellicht geen boodschap aan de melding dat België, het volgens Reporters Without Borders, met de 9e plaats zijn gestegen, op 180 helemaal niets zo slecht doet en deel uitmaakt van het selecte clubje landen dat op de wereldkaart licht gekleurd is. Die Reporters zonder Grenzen zullen, zo denkt men dan, immers ook wel tot het establishment behoren. Dat zijn dan de sceptici die spreken. Dat wantrouwen is, denk ik, misschien nog wel het grootste probleem dat de pers vandaag bedreigt. Als de nieuwsberichtgeving zelf inzet wordt van een waarheidsstrijd, dan dreigt polarisering. Dan gebeurt het dat journalisten omstreden nieuwsitems uit de weg gaan en vooral die dingen in de kijker zetten waar niemand nog aanstoot aan neemt. Dan is helemaal geen censuur meer nodig, want dan maakt de journalistiek zichzelf overbodig. En dat terwijl we misschien net meer dan ooit behoefte hebben aan goede journalistiek, want er zijn te veel prikkels. Goede journalisten maken mensen ook wegwijs. Nooit was het nieuwsaanbod groter dan vandaag, waardoor het steeds moeilijker wordt om in dat aanbod het bos door de bomen te zien en de hoofd van de bijzaken van elkaar te onderscheiden. Bovendien weten we van een hoop berichten niet meer met zekerheid of ze echt zijn, dan wel nep. Nepberichten worden massaal verspreid, vooral via de sociale media, wat weerlegging ervan moeilijk maakt. De pers moet dus die rol van kwaliteitsbewaker opnemen. Het argument dat je daar geen kranten mee verkoopt, overtuigt niet. Wereldwijd zien we dat er een publiek is dat op zoek is naar betrouwbare informatie, naar achtergrondverhalen en naar duiding bij de actualiteit. En vandaag is ook met mondjesmaat de VRT daarop in te zetten. Kleine video's die ook eens duiding geven bij een begrip bijvoorbeeld, en zonder het allemaal op ons af te vuren. Als de traditionele media dat terrein niet bezetten, zullen anderen dat doen. Maar ook wij mediagebruikers hebben een rol en verantwoordelijkheid. We spreiden zelf die berichten zonder de herkomst ervan te controleren. Dus wij gaan continu zelf die reflex moeten hebben. En we horen het liefst, en ook dat is belangrijk, dingen die bevestigen wat we eigenlijk al dachten. Op het internet zitten wij in wat men filterbubbels noemt. Dus wij horen gelijkgestemden en we krijgen de andere meningen niet meer, omdat we gewoon niet geconnecteerd zijn met die anderen en de algoritmes ons ook alleen maar met die gelijkgestemden connecteren. De nieuwe media maken het makkelijk om alleen nog maar die berichten te selecteren die je versterken in je eigen groot gelijk. Onderzoek leert dat we dat ook meestal doen. Die eenzijdige informatieverwerving staat dus eigenlijk op ons konto en het versterkt de vooroordelen en de vijandsbeelden. Democratie veronderstelt evenwel dat we met elkaar van mening kunnen verschillen, maar ook dat we elkaar het voordeel van de twijfel durven gunnen. Dat lukt niet als we alleen maar geloof hechten
aan die feiten die ons gelijk bevestigen. In een democratie hebben we niet alleen recht op spreken, maar moeten ook soms luisteren. En dat is de reden waarom de VUB samen met heel veel andere partners op 3 mei, dat is de Werelddag van de Persvrijheid, al heel lang nu een dag in Bozar rond persvrijheid organiseert, maar dan onder het motto Difference Day. En de tagline in het Engels is Speak freely, listen respectfully, differences of opinions do matter. Dus het is meer dan alleen maar vrijheid spreken. We moeten ook leren luisteren naar die anderen. En ook in het bijzonder moeten we leren luisteren naar de anderen van wie de mening ons niet zint. Anna Arendt zei dat je mens wordt in pluraliteit. En een democratie wordt en blijft, denk ik, alleen maar mogelijk door de tegensprekelijke tegenspraak. En die kunnen we niet realiseren door alleen maar naar de schreeuwers die hun eigen grote gelijk uitbazuinen te luisteren. Ik dank u.